Leuk dat je weer kijkt naar Even Shoppen. Ik ben Robbie en ik wil deze video beginnen met een hele speciale boodschap. We hebben een hele toffe kledingsponsor, dat is namelijk 21 Grams Apparel. Ze hebben me deze cap gestuurd en eerder al dit shirt. En ik moet zeggen, want het is een gesponsorde video. Nee, dus ik hoef helemaal niks te zeggen. Dit shirt, het zit fantastisch. Ik heb deze echt al, denk ik een jaartje al heb. Deze heeft al zeker 30 wasbeurten gehad. En het is echt nog steeds een heel fijn shirt. De rek is er nog steeds niet uit. Zijn mijn ex ook. En deze pet hebben ze net toegevoegd aan hun online store. Dus de link staat in de omschrijving. Score die cap en score dit shirt, want het zit echt fantastisch en het is van hele hoge kwaliteit. Voor vandaag heb ik wat heel erg tofs gedaan. Ik ben op AliExpress gaan zoeken naar verschillende PlayStation 4 accessoires onder de 30 euro. Waarom onder de 30 euro? Omdat de feestdagen eraan komen en het is natuurlijk hartstikke leuk om zoiets te geven. Ik wil graag beginnen met iets heel erg simpels. Die was echt een paar eurotjes. Dit is een vertical stand voor de PlayStation 4 Pro. Daarmee kan je PlayStation gewoon staand neerzetten. Alles flikkert tegelijk uit. Het is eigenlijk heel simpel. Het is gewoon een standaard voor je PlayStation Pro. Die gaat in de onderkant. Je doet een schroefje erin. Daarmee vergrendel je hem. En vervolgens heb je een staande PlayStation die dan ook aan de onderkant kan koelen. Zonder dat je de ventilatie aan de onderkant afsluit. Heel gaaf dingetje. Ik ben heel blij dat ik nu mijn PlayStation verticaal kan neerzetten in plaats van dat hij zo ligt als een blok rood. Ik vind het gewoon heel erg mooi en ik ben ook heel blij dat hij wat stabieler verticaal staat door deze stand. Volgende item. Dit kleine dingetje was ook maar een paar eurotjes. Links staat ook in de omschrijving. En wat dit is... Dit is voor je headphone jack op je godverdomme. Ik ben even shop aan het opnemen. Je zit nu in de uitzending, man. What's up? Ja, ik kan al die tering zo even jou niet meer uit elkaar houden, joh. Okay. Nou, wat ik ook wil zeggen, Rob. Ik ben trots, dankbaar en blij dat je eindelijk iets nuttigs hebt gekocht van jezelf. Wil je ook nog wat zeggen over de sponsor van deze video, 21 Grams? Ja, die kerel die erachter zit, die hoef ik even een paar dagen niet meer te spreken na de 2-1 nederlaag van FC Twente gisteren. Wat het fijn is aan deze headphone jack, is dat je het volume van je koptelefoon in je controller mee kan regelen. Nu hebben sommige mensen wel een koptelefoon die ze gebruiken voor hun audio met een microfoontje eraan, maar kunnen ze niet direct het volume daarop regelen. Dat kan met dit dingetje wel. En dit dingetje was ook iets van 2 euro nog iets. Wat je doet, is je drukt hem hierin en vervolgens doe je koptelefoon in de headphone jack. Je kan je microfoon muten met deze knop en je kan het volume regelen. Ik vind dit gewoon een heel fijn dingetje, ook omdat het niet je controls in de weg zit. Het zit niet in de weg als je aan het gamen bent. Met een druk op de knop mute je hem, je schelt je vriendin even uit en je zet hem weer aan. Ik vind het een heel fijn klein apparaatje wat je gewoon moet kopen voor die paar euro. En het is gratis verzenden. Dus vooralsnog zitten we dan nu met de PlayStation stand. En deze zitten we al rond de 5 euro waarvoor je hele toffe dingetjes hebt. Wat bijvoorbeeld leuk is als je het ruilspel speelt met Sinterklaas of met kerst of weet ik veel wat. Tijdens je Zwarte Pieten demonstratie. Maakt niet uit. Gewoon top dingetje. Schaf er een paar aan. Deel ze uit aan je vrienden. Heel tof ding. We komen nu bij een ander ding. Deze komt niet van AliExpress af. Deze heb ik gewoon gekocht bij de Game Mania op mijn werk. Want dit vind ik gewoon een heel fijn ding. En de reden dat ik een oplader heb gekocht bij Game Mania en niet op AliExpress is omdat ik dit soort Chinese dingetjes met direct stroom erop vind ik toch altijd best wel link. Je weet dat de bouwkwaliteit uit China niet altijd even het best is. En ik wil niet dat het ding doorbrandt of in de fik vliegt. Als ik even niet thuis ben. Daarom vertrouw ik dan toch meer op de official brand als het aankomt op dit soort elektronische dingetjes. Deze is trouwens geprijsd op 30 euro. Acceptabel. Komt met een stroomadapter, uiteraard. Handig voor het opladen natuurlijk. En dan hebben we hier de oplader zelf. Voelt zwaar aan. Heel solide voelt hij aan. Dat vind ik heel fijn. En is van onder mooi afgewerkt. Met een glanzende finish. Bovenop mat. En het toffe aan deze oplader is.
Je laat je controller niet aan deze kant op. Wat ik soms wel eens last van heb met mijn kabels, dat hij niet goed oplaadt. Omdat ik gewoon constant erin en eruit en uiteindelijk gaat het gewoon stuk. Net als bij mijn ex. Je doet hem aan de onderkant erin. Net als bij mijn ex. Het zit allemaal net wat beter, net wat strakker. Net als bij mijn ex. En het laat net erop. En er kunnen er ook twee in. Net als bij mijn ex. En dat is gewoon heel erg fijn aan deze oplader. De kabel vind ik ook, dat is gewoon een klein detail, vind ik ook heel fijn. Die is netjes weggewerkt aan de onderkant. Zie je dit? Hij loopt precies netjes zo neer, zodat hij mooi doorloopt. Deze is dus wat duurder, 30 euro. Er gaan er twee in, hij laadt sneller op. Je beschadigt die voorkant niet. Ik vond het een heel fijn ding. Leuke prijs. Hele leuke prijs. Het laatste item. Wie koopt er in godsnaam een controller voor zijn PlayStation 4 bij AliExpress? Jesus Christ, I met some dumb bastards in my time, but you outdo them all. Ik wilde het gewoon proberen. Het was mijn verwachting dat het ding zo ontzettend kut zou zijn. Dat ik hem in slow-mo verrot zou gooien. Dat iedereen denkt, oh wat vet, ah, wat een kutzooi uit China. Zeg, ah, AliExpress, fucked up. Ja, 22 euro voor een controller, wie koopt dat nou? Dat kan toch helemaal niks zijn? Ja, dat is dus niet waar. Ik heb hem getest. Kort, maar ik heb hem wel getest. En het eerste moment dat ik hem uit het doosje haalde, net als nu eigenlijk, was wow. Die bouwkwaliteit is ontzettend goed. Hij is, naar mijn gevoel, lijkt het alsof hij is iets lichter dan de originele controller. Dat komt omdat er geen rumble motoren in zitten. Maar hij voelt heel solide aan. Ik heb de camo kleur gekocht, omdat ik die heel vet vond. De knopjes zijn wel anders, maar wel even clicky als de originele. En de lightbar zit niet meer hier aan de bovenkant ook. Dus dit is een beetje het oude model PlayStation 4 controller. Maar hij is solide. En wat mij opviel is dat hij iets meer sensitief is dan de originele controller. Is hij daarom beter voor mij? In sommige opzichten wel. Bijvoorbeeld met Call of Duty vind ik het heel fijn dat de sensitivity wat hoger kan. En nu staat hij van zichzelf al wat hoger. Verder doen alle aansluitingen het gewoon net als op de originele controller. Die gaat er gewoon zo netjes in het charge system. Die erbij en hij laat even snel op. Wat wel een ding is, is dat deze batterij aanzienlijk minder lang meegaat dan een originele controller. Al om al vind ik dit gewoon een heel fijn ding. Ik had niet verwacht dat dit zo ontzettend goed zou zijn voor dat geld. En je krijgt er zelfs een oplaadkabeltje bij. Dus ik kan dit echt van harte aanbevelen. Hoe de controller functioneert, dat zien jullie vanavond om 7:30. Vanaf 7:30 ga ik live op mijn Twitch kanaal. Dat is even liggend streepje gamen. Staat nu hier. Dus vanaf 7:30 ga ik live op Twitch. We gaan deze jongen uitproberen met Call of Duty Black Ops 4. Lekker een paar potten blackout. Kijken of we een solotje kunnen halen. Waarschijnlijk belanden we in de top 10. Maar vanavond testen we deze controller. Jullie weer bedankt voor het kijken. Ik zie jullie volgende week. Ik ben Robbie en ik zeg later!